Welkom, mijn naam is Jasmijn Tempel, ik ben 21 jaar oud. Ik vecht vanuit KB Groningen. Ik ben nu B-klasse vechter en welkom in mijn Warriorsleven. We zijn hier in mijn ouders huis. Hier ben ik opgegroeid. Hier kom ik nu af en toe even gewoon om tot rust te komen, omdat in de stad is het gewoon best wel druk. En hier heb je alle ruimte. Zoals jullie gezien hebben, buiten en alles. Dus dat vind ik gewoon heel, heel lekker. Oeh, dat vind ik lastig, of ik een moederskindje ben. Ik denk, nee, beide, vader en moeder. Ja, ik zou niet kunnen kiezen daartussen. Mijn naam is Bartina Tempel en ik ben de moeder van Jasmijn. Een ondernemende dame, wist als jong kind al goed wat ze wilde. Vrolijk, enthousiast, ja, blij kind. Ze is de oudste in ons gezin, in 1998 geboren. En was toen al, als baby al een ondernemende baby. Jasmijn die zat op dansen en ze kwam een keer thuis en zei, nou, ik ben compleet uitgedanst, ik ken alle pasjes. Ik ga in de stad, ga ik gewoon rondkijken wat me aanspreekt. En ze kwam thuis en ze zei, ik heb iets gevonden, ik ga op kickboksen. Ik was aan de ene kant verbaasd, aan de andere kant ook niet, want mijn jongere zus die deed toen aan boksen. En Jasmijn is een keer met een vriendin meegeweest naar een boksles in Delfzijl. Ja, dat was wel even wennen. Maar toen wij KB leren kennen, toen dachten we wel van ja, dit past bij Jasmijn. En zeker hoe ze bij KB tegenover die vechtsport staan en hoe ze tegen Jasmijn deden, dachten we, dit is helemaal goed. Ik denk dat wij als ouders er altijd achter hebben gestaan. Ik denk dat vrienden van ons soms verbaasd waren dat onze dochter aan die sport ging doen. Wij wonen eigenlijk elke wedstrijd van Jasmijn bij. In het begin was het vaak mijn man, vond ik het soms wel een beetje spannend. Maar vandaag de dag zijn wij als gezin erbij en hebben wij ook een schare fans mee. Een oom van Jasmijn en zijn vriendin en onze nichten en de vriendinnen van Jasmijn. Eigenlijk zijn we er altijd bij. Ik heb een paar bekers hier staan. Die staan hier in de bijkeuken. De rest heb ik eigenlijk meegenomen naar mijn eigen kamer in de stad. Hier zijn een paar van Rumble Events. Maar de beste, die staat toch wel hier. Dit was mijn eerste partij nadat ik ziek was geweest. En toen werd ik verrast door mijn trainer en al mijn teamgenoten. Met deze mega beker en met een mooie speech van mijn trainer. Dus dat was een hele bijzondere avond. Die partij heb ik ook gewonnen. Hierop staat winnaar in een strijd die haar leven haar gaf. Nou, ik heb kanker gehad. Dat was begin 2016. En ja, dat was een behoorlijke strijd. Dat was wel heel heftig. En hieronder staat winnaar in de ring. Inspiratie voor ons allemaal. KB Groningen strijder. En dan mijn naam en de datum. Ja, dat was natuurlijk enorm schrikken. En dat was natuurlijk een enorme domper op heel veel. Hè. Sowieso natuurlijk voor haar gezondheid. Maar ook voor dat ze in de examenklas zat. En natuurlijk haar sport, wat natuurlijk helemaal haar passie is. Maar goed, gelukkig hebben we gezien dat de chemo aansloeg. En dat we uiteindelijk konden zien dat het weer de goede kant op ging. Maar goed, voor ons gezin was het natuurlijk een hele verdrietige periode. Maar ik denk wel dat mede door ook Jasmijn haar manier van leven en hoe wij in het leven staan, dat we toch eigenlijk altijd moed hebben gehouden. Hoe Jasmijn het vond dat ze niet kon trainen, nou, dat was natuurlijk een enorme domper en een enorm verdriet ook, wat nog bovenop de kanker kwam. Ik kan me nog herinneren dat ze nog eens een keer wilde kijken bij de training, maar dat dat ook heel veel emotie gaf. Ik moet wel zeggen dat de mensen van KB Jasmijn enorm gesteund hebben. Prachtige kaarten hebben gestuurd en berichten achterlieten. Dus dat was wel een enorme troost. Hoe wij ons door de ziekte van Jasmijn heen hebben gesleept, ik denk sowieso als eerst het vertrouwen in de artsen van het UMCG. Ik denk ook het vertrouwen hebben in ons geloof. En bovenal zagen we dat Jasmijn ook een enorme doorzetster was. En die dus in het ziekenhuis ook echt wel haast een voorbeeldfunctie had hoe je medicijnen inneemt, hoe je gezond blijft eten. Natuurlijk haar enorme conditie die ze van tevoren natuurlijk door het sporten al had. Ja, dat heeft ons allemaal wel heel goed gedaan. En natuurlijk de steun van familie en vrienden. Oké, dan gaan we nu naar mijn tweede huis toe, naar KB Groningen. En daar heb ik afgesproken met mijn trainer. Dus daar gaan we nu heen.
Ik ben hier echt een tijdje niet geweest. Ik denk de laatste keer in maart was. En ik merk wel, als ik hier nu weer ben en zo, dan mis ik het wel echt heel erg. Ja, het is toch wel gewoon kickboksen, sparren en zo. Ja, dat mis ik nu wel. Mijn trainer is er, dus daar gaan we even mee praten. En ik ga zelf even trainen. Het is wel lang geleden, maar ik ben al lang blij dat ik hier weer ben. Ja. Ik ben Gert Flik van Kickboxing Groningen, trainer van Jasmijn Tempel. Ik weet helemaal niet, hoe oud was je toen je hier binnenkwam? 14. 14, en je bent nu? 21. 21, dat is 7 jaar nu. Het heeft een B-status, 2 gewonnen en zeg ik hoor, 3 verloren. Laatste 3. Van net 3 gewonnen, 2 verloren. De laatste 2 gingen wat minder. En voor de rest was ze onverslagen. Ik denk dat Jasmijn buiten de ring een heel sociaal iemand is. Ook heel erg met anderen bezig is. En in de ring, ja. Het is net dat zij dan uit zichzelf treedt. En zo is het ook altijd gegaan trouwens. Vanaf kleins is ook meerdere jeugdpartijen gehad. En toen zat het er al een beetje in. Dus ja, dat is gewoon gaan ontpoppen gewoon naar hetgene wat ze nu is. Ik denk dat iedere sportschool momenteel hetzelfde zit te maken. We hebben weinig tools om iedereen bezig te houden. Dus ja, je probeert wel met iedereen contact te houden. Ja, en ze te prikkelen door middel van met andere dingen bezig te zijn. Dus het hardlopen, weet je, wat circuit trainingjes buiten en zo. En natuurlijk wel met die 1,5 meter afstand. We mogen hier nu vanaf deze week, de 29e geloof ik, mogen we met de jeugd weer aan de gang. En dat is landelijk. En, maar daar zit ook een hele protocol aan vast. Ook natuurlijk door voor de veiligheidsoverwegingen en zo. Dus ja, het is allemaal niet makkelijk. Maar goed, ja, ik hoop dat straks dat we de volwassenen ook weer wat mogen doen. En dat we onze dojo's in heel Nederland natuurlijk weer mogen vullen. Met iedereen weer plezier mogen hebben van onze sport. Want dit is echt niet leuk hoor. Ook voor ons hier, ook voor de vechters niet. Maar ook de mensen die altijd hier te rouwen, altijd in de sportschool zijn. Ze zitten allemaal thuis. Ja, we kunnen alleen maar hopen. En dat is die onmacht die we ook hebben. We kunnen... Weet je, je kunt hier niks aan doen. Wij kunnen hier ook niks aan doen. Wij sportschoolhouders kunnen hier ook niks aan doen. Wij willen dit ook niet. Wij willen ook zo snel mogelijk weer aan de gang. Maar ja, nogmaals, dat geldt voor heel Nederland. En ja, we wachten op positieve berichten. En voor de rest zelf ook een beetje fit blijven. Door middel van andere dingen te gaan doen. Niemand weet wat er straks gaat gebeuren. En ik denk, ja, als... En wat ik hoor, en ik hou me er eerlijk gezegd in die zin niet zo mee bezig dat ik dagelijks alles bijhoud met nieuwsberichten, want je wordt er aardig depressief van. Dus als ze echt die 1,5 meter willen vasthouden, ben ik bang dat dit soort dingen, sporten en zo, dat straks voor ons helemaal afgelopen is. Vechten met verstand of vechten met wilskracht? Wilskracht. Waarom? Ja, toch als je erin gaat, weet je, dan wil je gewoon strijden, dan ga je er gewoon voor. Ja, verstand is ook wel goeie, maar toch voor wilskracht. Vis of vlees? Vlees. Trainen of chillen? Trainen. Zou je een vaccin doen, zodat je dan weer kan trainen, ja of nee? Ja, als ik kan trainen, dan sowieso. En wie zou je als KO willen slaan in de ring? Iedereen, maakt me niet uit wie. Gewoon, ik wil de titel, dus ja, daar ga ik voor. Nou. Ik wist dat je dat ging zeggen. Nee, ik heb niet echt per se een specifieke persoon. Nou. Iedereen die een vrouw is, die vecht op mijn gewicht, die op mijn pad komt. Oké, hoes. ja, je hebt het ook gehad. Oh, als de camera even naar beneden kijkt, daarin zit je shirt. Ja, dank je. En die heerlijke geurtjes die eruit kan pakken. Ik kan het nou niet aan, mag niet. Oh, ja. Kan je nog wel op een hand geven, maar dit is een beetje... Nee, top. Andere tijden. Met mijn naam erop. Oh. Ja, top. Lekker geurtje. Van Tappen Parfum. Top, dank je wel.
Thanks, Roes. Ja, dat is even anders nu. Oh, hier ben ik chocola aan het eten. Zoals altijd. Is ook wel grappig. Ja, dat was ik vroeger ook. Wat heb ik nog meer? Verkleedpartijtjes. Ja, dit zijn echt wel van vroeger. Wat is grappig om het terug te zien. Tja. We zijn nu in mijn eigen kamer. Hier woon ik sinds een maandje. En ja, zoals je ziet, het is nog niet helemaal af. Er moeten nog een paar dingen gebeuren. Maar ja, het is mijn eigen plekje. Hoe het voelt om van de rust naar de druk te gaan. Ja, wel fijn, want ik hou van om bezig te blijven. In de stad is natuurlijk mijn stage, trainen, werk. Dus het is wel fijn om gewoon in die... ja, omgeving te zijn waar alles zit, zeg maar. Deze schilderij achter mij, dat is ook weer dat moment toen ik die grote beker kreeg. En hier kwam toch die emotie omhoog. Ik ben een emotionele meid, dat weet ik ook voor mezelf. Maar hier was het echt, ja, ik werd overdonderd. En ja, dat moment is vastgelegd. En dat vond ik zo'n mooi moment om ja, een foto ervan te maken. Of uit te printen. In 2015, ik weet nog wel, ik had, bij Marja Vonk had ik een seminar van Andy Sauer. En ik merkte dat ik in onder mijn oksel had ik al een beetje last. Ik dacht, wat is dat? Misschien spierverrekt of zo. Op een gegeven moment werd hij steeds groter en ik kreeg koorts. En ik voelde me niet helemaal lekker. Dus ik ben toen in de periode van oktober tot aan december heel vaak naar het ziekenhuis geweest. Ja, om te controleren, wat is het? Is het misschien ontsteking? Dus ja, dat was een periode van heel veel ziek zijn, heel veel naar de arts toe gaan. En in januari, toen kwam een bult bij hier, in mijn nek. En ik heb in december nog wel een partij gevochten trouwens. Toen was ik al heel erg moe, maar ik won die wel, dus het was heel gek. Dus toen dacht ik al van, hey, ik zit niet echt lekker in mijn vel, hoe kan dit? En ja, toen hebben ze dus een stukje eruit genomen. En dat was dus lymfeklierkanker. Toen ik mijn haar verloor. Ja, dat ging met echt heftige plukken eruit. Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee, toen moest de tondeus erover. Dat was echt een moment, ik durfde niet de spiegel in te kijken. Ik wilde dat moment echt voor mezelf houden, want het was toen ik een pruik op kreeg. Het ging eraf en je weet dat het af moet, maar ja, dan ben je echt zichtbaar voor iedereen dat je ziek bent als je kaal bent. Wimpers vielen uit, wenkbrauwen, haar, alles viel eraf. En ja, als vrouw ben je toch een beetje je vrouwelijkheid kwijt. En de angst was ook heel erg van, oké, ik krijg nu een pruik. Wat als die afvalt? Wat als die afgetrokken? Ja, je weet het maar nooit. Maar ja, daar ben je altijd heel bang voor. Kijk, ik probeerde overal wel het positieve ervan in te zien. Dus toen ik die pruik kreeg, het was de kleur die ik wilde. Het was de, ja, het model wat ik graag wilde. Dus ja, achteraf denk ik van, nou... Dat was wel mijn ideale haar, zeg maar. Ja. Hoe lang dat het was, dus januari 2016. Toen half jaar ziek geweest, half jaar heel veel gewerkt, half jaar op reis geweest. Anderhalf jaar, jaartje anderhalf jaar. En heel veel mensen zijn er wel verbaasd over, want omdat ja, kanker moet je heel veel revalideren en je lichaam heeft natuurlijk een zware klap gekregen. Maar de doktoren en de artsen waren echt verbaasd over dat ik zo snel weer kon trainen en dat het zo snel weer goed ging. Eind mei ben ik 4 jaar schoon, dus dan ga ik het ook vieren. Dus dan ben ik bijna genezen, maar ja, ik zit nog wel in het project of in het traject. Dat dit gebeurd is en kanker kreeg, heeft zeker een andere ja, kijk gegeven op mijn leven. Je kijkt natuurlijk anders naar dankbaar zijn voor je gezondheid, mensen om je heen die je steunen en dan zie je wel echt de mensen om je heen die echt om je geven. Ik probeer toch uit elk dingetje iets positiefs te halen. Dat merk ik gewoon heel erg. Ik weet nog wel toen ik kanker had en ik fietste naar training toe en het regende en ik zat op de fiets en ik was gewoon zo gelukkig. De meeste mensen denken echt van, gadver, het regent. Maar ik weet niet, ik dacht echt, ik ben zo blij dat ik nu fiets, dat ik nu ja, buiten ben. Dus zulke gekke dingetjes ben je dan heel dankbaar voor. 31 januari heb ik samen met Sorel een kliniek gegeven. Een workshop en de opbrengst ging naar
KWF. Ja, dus dat was recent. En verder heb ik een ballon aangestoken. Dat was ook voor het KWF. Er ging ook een donatie naartoe. Voor een vriendin die is overleden aan kanker. Ja, dus eigenlijk meer naar het KWF. En Make-A-Wish natuurlijk. Aan welke doelen ik graag mee zou willen doen, is zelf nog Make-A-Wish. Omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Ik weet niet of mensen weten wat Make-A-Wish is. Maar die organiseren een dag voor kinderen die kanker hebben. En dan mogen ze alles wensen wat ze mogen wensen. Ik wenste toen zelf een reis naar een tropisch land. En ik kreeg toen met mijn familie een 8 dagen lang naar Curaçao toe. Met alles erop en eraan. En dat was zo geweldig. Ik voelde me niet meer ziek. En ja, dat wil ik ook gewoon heel graag aan andere kinderen kunnen geven. Dus ja, Make-A-Wish. Dit broekje. Ja, shout-out naar Serrano en Dasha voor deze. Ja, deze heb ik gekregen van de Serrano en Dasha toen zij in Thailand waren. Deze hebben ze laten maken voor mij. Met mijn naam erop, vlag. En ja, toen ik ziek was heb ik deze van hun gekregen. En toen ik kreeg heb ik ook vreselijk zitten janken. Ik vond het echt een heel mooi, ja, heel mooi cadeau natuurlijk. En een heel mooi broekje. En die heb ik ook gedragen op die partij dat ik weer mocht vechten. Dus ja, dit is gewoon een heel bijzonder broekje. Die heb ik ook nog hangen hier. Ja, wat KB Groningen voor mij betekent, qua sport en de mensen die daar trainen. Ja, gewoon heel veel. In die periode hebben ze mij heel gesteund. Kaarten, berichten. En ook het... Kijk, ik train al met alleen maar jongens en Skena en Dasha. Maar ja, je merkt wel dat het je wel harder maakt of zo. Met sparren, met jongens alleen maar. Dan, ja, je krijgt natuurlijk soms harde klappen. Dus af en toe ja, gaat het er wel hard aan toe. Maar goed, achteraf, als je in de ring staat, dan ben je wel gewend wat je normaal in de training, zeg maar, ja, moet doorstaan. Ja, dus achteraf gezien ben ik er altijd wel dankbaar voor. Ik denk niet dat er een makkelijke partij is die je kan vechten, omdat je altijd overal 1000% voor moet geven en altijd hard moet trainen. Dus elke partij is wel een uitdaging geweest, maar de moeilijkste partij tot nu toe weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ja, misschien die laatste die ik heb gevochten. Omdat ik toen, inderdaad, nou, mijn trainer zei, niet lekker in mijn vel zat. Het was ook wel wat lichter gewicht. Het was tegen een meisje die gewoon ook heel sterk was en goed was. Zij hebben me gewoon goed gelezen en zij wisten precies op te reageren. Dus ja, dan komt de frustratie naar je boven en je weet dat je je verstand moet gaan gebruiken. Maar ja, als je gefrustreerd raakt in een partij, dan ja, kan je niet veel meer. Dus ik denk dat dat wel een moeilijkste partij was geweest. Ja, de laatste. Het verschil in de B met de... Met C-partijen en zo. De tijd natuurlijk. Je denkt wel van oké, zit wel een paar minuutjes bovenop. Hoofd hoog houden. Kijk uit voor de knieën naar je neus. Ik heb er zelf eentje gekregen toen de laatste partij ook. Ging je snee open. Gelukkig voel je er niet heel veel van. Maar ja, hoofd omhoog houden. En verder ja, de tegenstanders worden gewoon sterker. Want ze willen natuurlijk ook aan de top komen. Trainen er ook hard voor. En het zijn niet meer meiden die tegenover je staan die het even willen proberen. Dus ja, het zijn gewoon hardere beukpartijen. Nou, hoe ik fit blijf in deze coronatijd is... ik zit helemaal met mijn partij in mijn hoofd. Is ja, gewoon af en toe hardlopen, blijven bewegen. Ik ga zelfs, dat is een dingetje, naar de verse supermarkt toe lopend. Ja, gewoon in de beweging blijven. Ik check ook een Insta-account van Sarah. Ze is ook een kickboxer. En die probeer ik gewoon heel vaak te doen. En Gert geeft zelf gelukkig ook online lessen. Dus ja, hier en daar probeer je een beetje fit te blijven. Mijn doelstelling in 2020 was, ik had 31 mei een partij staan tegen Nina van Dalem volgens mij. Een best wel sterk meisje. Dus die zou ik moeten vechten. Maar ja, dat is verschoven naar 21 november. Maar ja, ik denk haast, jammer genoeg niet dat die doorgaat. Dus ja, voor 2020 heb ik niet echt een doelstelling meer. Ik heb meer een doelstelling van als het ooit voorbij is en we kunnen wel een gang voor de titel. En Fusion titel, Glory, maakt me niet uit waar. Dat zijn wel mijn doelstellingen, ja. Ik is mijn tempel, 21 partijen gevochten, 19 gewonnen. Bedankt voor het kijken. Ook wil ik graag mijn familie, mijn ouders, vrienden, mijn trainer, heel mijn team ook bedanken. Jongens, blijf veilig, hou die 1,5 meter afstand en denk vooral om je gezondheid. En nu wegwezen. Namens Kickbox Store mag ik set trapkunstjes weggeven ter waarde van €89. Nu is de vraag, hoeveel heb ik opgehaald met Sarel, met de Kickbox Clinic voor het KWF kankerbestrijding? Dat was 31 januari en als jullie het weten, zet het hieronder in de reacties. En wie weet maak jij kans op de trapkussens.